De Boer-Burgerbeweging van Caroline van der Plas is een nieuwe politieke partij die pas vorig jaar in de Tweede Kamer kwam. BBB wil ook mee gaan doen aan de Provinciale Statenverkiezingen. In Gelderland staat Diederik Tap uit Andelst op de kieslijst. Ik ben Diederik Tap. Ik heb een akkerbouw en bedrijf in Andelst. Ik woon samen met mijn vriendin. We hebben 3 kleine kinderen. En ik heb mijn kandidaat gesteld voor de Boer-Burgerbeweging voor de Provinciale Staten. En waar sta jij voor? Wat zijn jouw idealen? Nou, eigenlijk een beetje meer tolerantie binnen eigenlijk iedereen. Dus niet alleen de plattelanders en de bewoners van de stad. Ik heb zelf eigenlijk ook 10 jaar in de stad Utrecht gewoond. En ik vind het gewoon belangrijk dat je elkaar niet polariseert en gewoon luistert naar elkaar en gewoon dingen doet volgens feiten en niet volgens onderbuikgevoel. En wat is voor jou als boer belangrijk? Dat de boer niet te makkelijk wordt weggezet als vervuiler of dat ze zomaar wat doen. Maar wij houden ons ook gewoon netjes aan de regels en we willen ook best wel aanpassen aan dingen. Alleen moeten we ons wel de tijd voor kunnen gunnen om ons aan te kunnen passen. Ja, want momenteel heb je het stikstofdebat en een paar dagen geleden is het ook weer een uitspraak geweest over de stikstofmaatregelen. Wat vind jij daarvan? Nou, ik denk dat je het hele stikstofgebeuren eigenlijk als één moet gaan zien. En dat je eigenlijk terug naar de tekentafel moet en gewoon kijken van waar komen de feiten vandaan. En dat er niet te veel eigenlijk nu gebeurt. Bij een rekenmodel wordt alles bepaald. Maar gewoon echt specifiek kijken van waar komt het vandaan. En het is niet alleen van het agrarische, maar er zijn natuurlijk heel veel industrie. En eigenlijk mensen zelf die het ook uitstoten, daar moet ook naar gekeken. Niet alles op het bordje van de agrariër gegooid te worden. Niet iedereen is positief over boeren, mede door de protestacties die ze hebben gedaan met her en der ook het nodige geweld. Diederik heeft hier nooit aan deelgenomen, maar snapt het wel. Ja, dat in één keer gezegd wordt, je moet voor 90% je bedrijf verkleinen. Ja, dan schiet je wel in de stress en dan wil je wel wat doen. Dus ik begrijp het gewoon hartstikke goed. Ja, maar het geweld wat de boeren gebruiken, hooibalen langs de snelweg in de fik steken, daar is niet altijd bij iedereen begrip voor. Nee. Wat vind jij daarvan? Je moet er gewoon altijd netjes blijven. Simpel zat, ja. Er worden wel eens uitspraken gedaan, geen boeren, geen voedsel. Maar 80% van het vee, in ieder geval in Nederland, wordt geëxporteerd. Ja, ik denk dat het ook een beetje te simplistisch is gezegd. Natuurlijk wordt er geëxporteerd, maar er wordt ook veel geïmporteerd. Dus eigenlijk, zoals ik het weet, komt dat redelijk tegelijk, de import en de export. En je kan natuurlijk hier niet alles verbouwen qua eten in Nederland. Dus dan wordt er gezegd, je bent zelfvoorzienend, omdat je dan de export een beetje weg kan strepen tegen de import. Tap stelt zich verkiesbaar voor Gelderland, maar er spelen ook lokale belangen waar hij zich hard voor wil maken. Ja, wat echt hier lokaal bezig is, zoals eigenlijk overal, met windmolens en zonneparken, ben ik helemaal niet tegen. Maar dan wel goed samenspraak met de buurt en zo. En dat er niet één keer een plekje wordt gevonden en daar zetten we een park neer of windmolens of dat soort dingen allemaal. Eerst goed samenspraak en dan kijken wat er allemaal mogelijk is. En hoe schat je je kansen in? Ja, er zijn 55 zetels. Het zou mooi zijn als we alle 50 hebben, maar dat gaat natuurlijk nooit gebeuren. Nou, ik denk dat wij wel tegen de 10 zouden kunnen krijgen. Maar het blijft toch politiek, hè? Dus.